Tineke en ik komen uit de omgeving Boksmeer. Ja, we fietsten heel vaak langs dorpen zoals Beugen, Sint Agatha, Kuik, Sambeek. En tijdens het onderzoek naar die muziek uit de 17e eeuw kwamen we erachter dat dat allemaal plekken van betekenis waren voor dat repertoire wat wij nu hebben opgenomen. Hier in het klooster ligt het graduale van Johannes van Deventer, een ruim 500 jaar oud koorboek dat gezangen voor de mis bevat. En dat in dit klooster gemaakt is door een van de monniken uit dit klooster. En dat nog altijd, nu ruim 500 jaar later, in ditzelfde klooster bewaard wordt. We hebben in ons beeld van de Nederlandse cultuur van de 17e eeuw, maar ook de middeleeuwen, dat is heel erg bepaald door het dominante verhaal over de protestantse natie met de hardwerkende kooplieden die sober leefden en weet ik het wat. Dat binnen de Republiek en ook in de gebieden daaromheen, in Brabant, in die enclaves, een hele andere cultuur bloeide. En dat ook toen bijna de helft van de Nederlandse bevolking daar woonde. Dat speelt in ons nationale verhaal helemaal geen rol, maar het was er wel. En dat moet je veel meer laten zien en horen en lezen en weet ik het wat. Boksmeer was in de 17e en de 18e eeuw een enclave waar kunstenaars elkaar ontmoetten en waar vooral Benedictus a Sancto Josefo, een monnik aan het Karmelietenklooster in Boksmeer, de vaandeldrager van alle componisten in Brabant is. Er zijn natuurlijk heel veel details om op te noemen, maar één daarvan is bijvoorbeeld dat ik las dat op een gegeven moment de parochie van Oplo, die kocht een hobo. Dat betekent dus dat er geblazen werd en dat er op muziekinstrumenten gespeeld werd. Dat soort details kwam ik aan de lopende band tegen. De kathedraal in Den Bosch schaft een set van 4 gamba's uit Engeland aan. In het proces van de opnames met fantastische muzici en met solisten, Julie Roset, Deborah Cachet en Alex Potter, Dominique Werner, Mirko Ludwig, dan zie je ze zo zingen en proberen we ons het allermooiste interpretatie te geven en de schwung en de glans die het allemaal nodig heeft. En dan denk je, dat schoot me best wel vaak te binnen. Hoe hadden die componisten dat nou gevonden? Of soms zie je ze bijna glimlachend vanuit de hemel toekijken. Of soms dachten we, nu daalt Benedictus wel even neer om te zeggen wat hij ervan vindt. Dat was wel een geweldig gevoel.